Dames en heren, een hele goede middag. In het recente debat omtrent het vreemdelingenbeleid zijn emoties hevig opgeleid. Aan boeddhistische organisaties is ook recent een persverklaring voorgelegd over hoe vanuit het boeddhisme tegen het asielzoekers zou moeten kunnen worden aangekeken. De organisatie is gevraagd of zij die verklaring willen ondersteunen. Vandaag spreken we hierover, ook in een wijder verband. En ik mag aan u voorstellen, Jiun Hokaroshi, zenmeester en de leidster van het Internationaal Zencentrum Noorderpoort. Dr. Dorothea Frank, taalwetenschapper en lid van de Dzogchen Community in Nederland. En Dr. Han de Wit, leraar in de Shambhala-traditie van Tibetaans boeddhisme en de initiatiefnemer van de verklaring. Han, hoe luidt die verklaring? Nou, in de boeddhistische traditie speelt vrijgevigheid een enorm belangrijke rol. En over vrijgevigheid wordt gezegd dat er drie vormen van zijn. De eerste is de vrijgevigheid in de zin van het geven van dharma-onderricht om mensen te bevrijden van hun egocentrisme en kortzichtigheid. De tweede vorm van vrijgevigheid is die betrekking heeft op het geven van voedsel en onderdak. En de derde, heel interessant in het kader van het thema vandaag, het geven van bescherming zodat mensen vrij zijn van angst. En als je die drie vormen van vrijgevigheid bekijkt, en zeker de laatste twee, en we kijken dan naar het vluchtelingenbeleid zoals dat nu wordt voorgesteld door de minister, staat dat eigenlijk haaks op de boeddhistische visie. Dus de eerste vraag is, hoe komt het dat mensen ertoe kunnen komen om vluchteling te worden? Welke macro-situatie ligt eraan ten grondslag? Wie wil daar dat over zeggen? Doe wel. Ja, misschien is een punt wat natuurlijk niet alleen een boeddhistische visie is, maar überhaupt iemand die een beetje het grotere beeld probeert te zien, dat je de dingen in samenhang ziet. Want we zetten dat allemaal apart en ook daardoor dat de ministeries aparte verantwoordelijkheden hebben. Zeg maar een minister van Economie die vindt globalisering fantastisch, want dan kun je investeren in China. Maar een heel ander departement krijgt dan weer immigranten, gasten uit een hele andere hoek. En dan wordt het alsmaar los van elkaar gezien. En dan komen de dingen ook alleen maar op tafel als eigenlijk al het beleid al uit balans is. En niet in harmonie. Voor mij is het belangrijkste thema eigenschap van het samenleven met elkaar wat het boeddhisme ons te bieden heeft, is het leven in harmonie met elkaar. En dan krijg je inderdaad te maken met het feit dat je kunt niet alleen maar kijken vanuit de ogen van de vluchtelingen, ook niet alleen vanuit de ogen van degene die gastgever is, maar proberen om die twee in samenhang met elkaar te zien. En dan vervolgens te kijken hoe je dat in politiek vertaalt. En dat zal natuurlijk heel erg complex zijn, want ook binnen de groep van de mensen die hier komen zie je natuurlijk heel verschillende bewegingen, verschillende manieren waarop mensen hier hun draai vinden of niet, aan het werk komen of niet, als dat al mag. En bij degene die moeten samenwonen met die mensen hetzelfde. Ik woon in de buurt van Leiden. Leiden had altijd een enorme. Daar heerste het idee in dat stadje dat het opvangen van vluchtelingen, dat was een eer, dat was een vreugde. En die visie vind ik nu eigenlijk bijna niet meer terug in de huidige Nederlandse politiek. Het is een last. En ik heb het nu niet over vreemdelingen van allerlei soorten en plemage, en zeker niet ook over economische vluchtelingen, maar over mensen die vervolgd worden, hun leven wordt bedreigd. Als je die kan opvangen, daar zouden we genoegen in kunnen scheppen. En het aantal asielaanvragen is van 98 was dat nog 45.000. Dat is in 2002 teruggelopen tot, ik meen, iets van 18.000. En voor 2003 wordt het nog minder. We hebben het hier niet over hele grote groepen mensen. Ik heb daar niet zelf ervaring mee, maar ik moet wel zeggen dat ik van een aantal leerlingen van mij gehoord heb dat die werken in asielzoekerscentra. Een aantal jaren geleden waren ze nog heel enthousiast en gemotiveerd. En die beginnen nu zo langzamerhand ook het een beetje moeilijk te vinden. Dus ik denk dat we meer moeten kijken naar, er is dus kennelijk een signaal
dat zoals het nu doet, gaat het niet. Dat wil niet zeggen dat wij mensen niet met open armen willen ontvangen. Ik denk dat wij nog steeds de wil hebben om mensen te helpen. Maar Han, ik zou iedereen willen helpen. Maar dat betekent nog niet dat ik het kan. Ik zou iedere zieke willen verzorgen. Maar dat betekent niet dat ik het kan. Ja. Ik zou iedere politieke vluchteling willen opnemen. Vanuit mijn boeddhistisch, menselijke gedachtegoed zelfs. Wat is er nodig om te kunnen rechtvaardigen vanuit boeddhisme dat jij je land verlaat, je omstandigheden verlaat en een beroep gaat doen op een andere samenleving? Er is kennelijk een noodsituatie voor je ontstaan. Die voor mijn gevoel, dat zou ik ook echt een criterium vinden om iemand een vluchteling te noemen, niets meer te maken heeft met keuze. Er is gewoon geen keuze meer. Er is geen oplossing voor jouw situatie. En dat lijkt op dat moment de enige oplossing. Dat is het enige wat zich aandient, wegwezen. In feite gaat het altijd om, natuurlijk om lijden. Er zijn mensen die lijden doordat ze ergens zijn waar ze het gevoel hebben, ik hou het hier niet meer uit. Het kan alleen maar beter zijn dan hier. Dan hoor je misschien ook legendes, zeg maar, van gouden toekomst ergens in andere landen. En dan kom je daar weer ook in een soort lijden terecht. Omdat niet alles misschien zo gaat dan je denkt. Maar je moet ook het lijden zien aan de kant van de ontvanger, van het gastland. Zo gauw je één van die twee kanten, ook naar het lijden bijvoorbeeld van één kant niet kijkt, omdat je denkt, ja, maar het lijden van de andere kant is veel groter, dan vergelijk je onvergelijkbare dingen. En dan gaat het bijna onvermijdelijk uit de balans. Ik denk dat die echte asielantengroep, dat vind ik vanzelfsprekend. En daar zou inderdaad Nederland zijn eigen geschiedenis en de trots op die geschiedenis naar voren moeten halen. Wat je zegt met lijden, de Nederlandse cultuur is zo ongelooflijk bevrucht door vluchtelingen. Die ergens anders, ook al was het soms omdat ze ergens anders hun boeken niet mochten publiceren, niet eens per se met de dood bedreigd. En dat die groep gastvrijheid moet genieten. Dat vind ik zo vanzelfsprekend. Als wij hier uit Duitsland komen, ben ik daar misschien nog bijzonder gevoelig voor, want ik ben uiteindelijk in die zin ook buitenlander. Maar als je dan kijkt wat voor 4 en 5 mei gedaan wordt om, zeg maar, het verleden te herdenken en de verschrikkelijke dingen, en ook hoeveel mensen dood zijn gegaan doordat ze in landen niet opgenomen werden. Ik vraag me af of we nu nog steeds dat soort vluchtelingenbeleid hier in Nederland zouden hebben. Of er inderdaad, als er mensen zijn die hun boeken niet gepubliceerd krijgen en daarom naar Nederland uitwijken, of we die nemen. Nee, die nemen we niet. De marges zijn zoveel smaller geworden en daar zit voor mij De pijn in het geheel van deze hele politieke kant, dat die marges, en dat wordt ook gezegd door diverse organisaties, zowel door de hoge commissaris voor het vluchtelingen, door diverse mensenrechtenorganisaties, wordt gezegd, die marges in Nederland en in Denemarken trouwens, dat zijn de twee landen die het scherpst zijn op het moment, die zijn zo klein geworden dat zelfs mensen die zonder meer vluchteling zijn, maar En ook niet terug kunnen, geen paspoort hebben, wat dan ook, dat die toch op straat worden gezet, uit hun woningen worden gehaald. Ja. Daaraan zie je dat er van de inspiratie om vluchtelingen op te vangen ook niks meer over is. En vandaar dat die vluchtelingen op één hoop worden gegooid met allochtonen. Want er zijn zoveel buitenlanders. En of iemand nou vluchteling is of iets anders, ja, dat onderscheid wordt niet eens meer gemaakt. Het loopt allemaal zo helemaal door elkaar heen. Mij gaat het even om de vluchtelingen hier in deze discussie. En dan zie ik dat de marges toch wel erg smal zijn geworden. Zelfs zo smal dat er een organisatie is die dat ook wil toetsen, zoals dat in Nederland nu loopt. Of dat nog wel met overeenkomstig de akkoorden zijn van Genève en andere akkoorden die zijn gesloten. Het is echt op de rand in Nederland, hoor. Ik vind het schokkend hoe snel het van het ene extreem, terwijl dat helemaal niet zo extreem was, maar wat men dan als extreem ziet, naar het andere extreem binnen Nederland, wat zich juist altijd zelf ziet als een bijzonder open en gastvrij en tolerant land. Ik weet toevallig nu van
Tibetaanse mensen die zeggen, nou, ga maar terug. De Chinezen zullen wel met open armen opnemen. Nou, daar heb ik grote twijfels aan. Als er dan zo'n golf tot stand komt die alles bij elkaar gooit, buitenlandse, allochtone vluchtelingen, wat dan ook, dan moeten we die angsten ook waarnemen. En wat je dan wijzelijk daarmee doet, is een andere vraag. Maar daardoor dat hier heel snel iets in dat goed-fout straatje komt, waar dan het politiek niet correcte in een taboehoek komt, dan ga je op een of andere manier ook weer de oorzaken kweken dat ineens een verwoestende golf naar het andere extreem toe gaat. Het meeste wat je ziet, wat je voorgeschoteld krijgt, is het kwaad dat geschiet. Is het kwaad wat de mensen elkaar aandoen. En vervolgens reageren de mensen met kwaad. Dat doen wij over het algemeen. In plaats daarvan zou je de mensen, denk ik, veel meer de pijn en het lijden moeten laten zien. Niet alleen van de vluchtelingen, maar van iedereen. Van al degenen in onze samenleving die pijn hebben. En ons daarvan bewust worden. Binnen al die rijkdom die er is, zie je, er zijn mensen die echt pijn lijden. En niets gaat zo diep naar het hart als je dat bijvoorbeeld ziet of dat leest. En dan van daaruit moet je proberen om dichter bij die mensen te werken. Dus ook degene die de regels maken, zou die eerst eens goed met die pijn en dat lijden geconfronteerd moeten worden. Want ik denk dat het ook te veel nu weggaat van de dagelijkse praktijk. De mensen die de regels maken, die maken het achter het bureau. Dus die krijgen die pijl in het hart niet meer. En die moet weer toe. Je moet zien dat het echt een problematiek is die zeer doet. Niet een problematiek is die kwaad doet, waarbij mensen elkaar bestelen. Dat is niet waar de oplossing ligt. Maar je moet het hart zien te openen van de mensen voor elkaar. En heeft dat, als je dat zou kunnen bewerkstelligen, dat we daar meer naar kijken, houdt dat in dat we dan iedereen die zich hier meldt zonder meer moeten toelaten? Of mogen we ook als samenleving zeggen, nou, dat beoordelen we. Ik heb geen idee, Jan-Karel, maar ik denk wel dat we soms ja zullen zeggen en soms in nee. Waarbij het criterium is dit in harmonie met de situaties, van alle ledematen van deze situatie. En soms zul je dingen moeten doen die je misschien niet liever had willen doen, maar die toch voor die situatie het beste zijn. Maar het gaat erom dat het vanuit de compassie, vanuit het mededogen komt, vanuit het niet als een reactie op iets wat je negatief vindt, wat je af wil straffen, waar je van af wil komen. Nee, het gaat juist om, je wilt iets ontwikkelen. Je wil het samenleven met elkaar ontwikkelen. In het boeddhisme, daar speelt compassie een hele belangrijke rol. Maar compassie is geen dwaas mededogen, geen blind mededogen, maar gaat samen met prajna of inzicht. En dat betekent dat oog hebben voor het lijden en de handelingen die daaruit volgen wel degelijk handelingen kunnen zijn die behoorlijk robuust zijn. Ja. Die helemaal er niet uitzien als lief en aardig. En waarom voor mij die discussie over vluchtelingen relevant is, is precies om het punt eigenlijk wat jij net aanroerde. Men ziet het lijden van de vluchtelingen niet. En omdat het lijden niet wordt gezien, daardoor kom je inderdaad in die categorieën van goed en kwaad terecht. Ga je in die dingen, of ga je denken over aanzuigende werking. Er komen er nog meer als we een ruimhartig beleid voeren, niet waar? Moeten we het niet doen? Tuurlijk, je moet het in Europees verband proberen te organiseren, dat is zeker waar. Maar de basis is oog voor het feitelijke concrete leed. Wat iets heel anders is, is om met de concrete mens naast jou fatsoenlijk om te gaan. Als mensen een keer hier zijn, jarenlang hier, ze hebben buren, de kinderen zijn al op school en dat soort dingen. Dus daar vind ik dat je minder per abstractie moet reageren, van al iemand valt gewoon onder een soort wettelijke denominatie. Maar er is een verschil voor alle mensen die je een keer in de ogen hebt gekeken. Heb je een andere verantwoordelijkheid dan mensen die er gewoon mens zijn op deze planeet? Ik hoor dat er mogen regels zijn, maar die regels moeten inspelen op de daadwerkelijke nood van degene waar het om gaat. En dat het niet alleen de regels zijn, maar dat je dus ook ons als samenleving bewust daarvan moet maken dat we onszelf niet
Of dat we elkaar niet in de hand hebben met regels. Nee, zo ook Rinpoche. Mijn leraar zegt ook altijd dat de regel of de wet is niet de rechtvaardigheid, maar het gaat om de toepassing. Ja. En dat is een persoonlijke verantwoordelijkheid. Ja. Oké. Nou, nu hebben we dus mensen. Die staan of aan de grens, of ze zijn al in Nederland. Kunnen wij dan aan die mensen ook eisen stellen van onze samenleving uit? Heleboel van deze mensen, moeten we niet vergeten, zijn zwaar getraumatiseerd. Je noemde net het werk in de asielcentra. De populatie daarvan wisselt ook. Wat er nu zit, zijn weer mensen met een heel andere achtergrond, vaak uit oorlogsgebieden. Dat zijn heel andere mensen dan, ik noem maar wat, mensen die uit een land komen waar Amnesty International van aangeeft, daar wordt behoorlijk gemarteld enzovoort. En mensen die ontvluchten, die voordat ze gemarteld worden, zijn ze weg. Die zijn dissidenten, laten we Chinese dissidenten nemen of andere mensen, maakt niet uit. Die komen hier en die zijn misschien zelfs nog wel strijdvaardig. Neem de Chinese dissidenten naar Amerika allemaal zijn gegaan. Die lui die schrijven artikelen, pamfletten, boeken van daaruit enzovoort. Dat zijn heel andere mensen dan mensen die uit Somalië komen uit oorlogsgebied. Mag je ook van ze verwachten dat ze op een gegeven moment dan in die Nederlandse samenleving een actieve rol gaan spelen? En een stuk verantwoordelijkheid voor hun zijn hier op zich nemen. Ja, ik hoor van vluchtelingen dat zij heel verbaasd zijn erover dat ze zo lang niet mogen werken. Dus die komen ergens vandaan en zeggen, nou, ik heb een diploma in dit of dat. Misschien is dat niet herkend of dan moet je eerst de taal leren. Maar die vinden het heel vernederend om ergens een soort uitkeringsontvanger te zijn heel lang, in plaats van zo snel mogelijk de maatschappij in te duiken en te werken op, ook zeg maar, met de beste mogelijkheden die personen hebben. Dus ik vind dat wij daar in Nederland ook heel gauw zo kijken van als iemand zijn droogje en zijn natje heeft, als iemand zeg maar onderdak en een beetje geld of eten krijgt, dat we vanzelf denken, dan moeten die mensen dus blij zijn. Maar de persoonlijke realisatie, het uitoefenen van een beroep, je kunnen werken en bewegen in die maatschappij, dat is ook een soort eer. Kennis uit Koerdistan, die werd daar gemarteld, gevolgd, die gaat hier naartoe. Die wil zo snel mogelijk iets doen. Die gaat van alles en nog wat initiatieven ontplooien. En die kent ook die, laten we zeggen, onderdanigheidsrituelen niet zo om hier dan je zielig te beschouwen. Mm-hmm. Maar bij de oude wetgeving op dit gebied was denk ik de ratio om die mensen niet te laten werken, dat er een hele lange periode was waarin beoordeeld werd of zij toegelaten zouden worden. En dan was er de angst dat als ze aan het werk gingen, dat dan het afwijzen nog weer moeilijker zou worden. Ja. En dat is de ratio daarvan. De nieuwe wetgeving is die periode veel korter gemaakt en is het direct aan het werk gaan wanneer je daartoe in staat bent en je verblijfsvergunning hebt, natuurlijk ontzettend veel verbeterd in het geheel. Ja. Maar er zijn ook heel andere dingen kunnen organiseren. Mm-hmm. Het hoeft niet alleen maar echt letterlijk werk te zijn in de zin van een baan hebben. Je wil als mens wil je erkend worden. Ja. Je wilt gewaardeerd worden op een bepaalde manier. Dus als jij hier een beetje zakgeld krijgt, want je mag niet werken, dan kan ik me voorstellen dat we toch ons gaan richten op het zoeken van andere dingen die iemand dan wel kan doen. Waardoor je in ieder geval als mens waardig voelt. Mm-hmm. Hè? Nou, ze mogen niet eens ook bijvoorbeeld een ander helpen of tot steun zijn. Ze mochten niet eens in het asielzoekerscentrum werken, want dat moesten precies andere mensen gedaan worden. Precies. Ze mochten dus precies eigenlijk elkaar niet helpen in hun dingen. Ja. Maar ik denk dat het op dat punt beter is. Maar ik wil er ook nog wijzen op dat er hele grote groepen zijn in ons land die zich nooit gemeld hebben. Die hebben zich gemeld bij hun eigen soortgenoten of mensen van afkomst. Ik denk aan Chinezen, Vietnamezen en dergelijke. Die ook niet vaak de officiële poort gepasseerd zijn en door die gemeenschappen zijn opgenomen en daar direct in verder functioneren. Ja, en behoorlijk weinig, in verhouding weinig problemen ook opleveren. Ja. Heeft het boeddhisme daar ook iets mee te maken? Dat juist mensen uit dit soort landen, denk China, Vietnam, Thailand als hele grote groepen immigranten, dat daar die mensen eigenlijk direct in hun gemeenschap integreren en voor zichzelf zorgen.
Ik denk eigenlijk dat het meer een culturele zaak is die te maken heeft met hoe sterk de familiebanden zijn. En dat hele idee van extended family, wat je in een heleboel van die culturen hebt. Ik bedoel, neem alleen al de manier waarop Tibetanen over hun neefjes en nichtjes praten. Dat zijn broertjes en zusjes. Daar wordt het woord broer en zusje voor gebruikt. Dus, en de neefjes van jouw neefjes zijn dan misschien ergens langzamerhand een beetje neefje geworden. Maar het is een helend weg. Het zijn hele grote families. En de hele structuur van de samenleving. En dat geldt natuurlijk voor meerdere Aziatische landen, is dat je samen, met elkaar samen, vorm je toch een soort economische en sociale gemeenschap. In hoeverre het boeddhisme daarin een rol speelt, ik denk dat het eerder is zo dat het boeddhisme daar bij aansluit dan dat het per se een motor is. Want je ziet in het Westen nu het boeddhisme ook toch steeds belangrijker worden. En ons probleem is individualisme. En het herstellen van menselijke relaties, terwijl van daaruit vaak juist die familierelaties, die worden als heel beklemmend gezien. En wat doe je dan? Dan ga je het klooster in. Mm-hmm. Dan heb je toch een beetje eigenheid. Dus dat ligt allemaal wat gecompliceerder. Ik denk niet dat het alleen die familiebanden zijn, want ook in die landen waar nu gezegd wordt dat er meer problemen zijn, zeg maar ook islamitische landen, dat er wel hier problemen ter plekke zijn, dat het misschien, dat daar ook hele sterke familiebanden gelden. Maar misschien is een verschil, en eerst dacht ik nee, dat heeft niet zoveel met boeddhisme te maken, maar misschien toch, want het heeft gewoon met een soort autonomie ook te maken. Het zelf verantwoordelijkheid nemen voor jezelf. Ook als je ongeluk overkomt, heb je het in zekere zin aan jezelf te danken, niet in de zin van schuld, maar meer van daar moet je dus zelf iets van leren en iets aan doen. En niet zeggen, er is een oppergod of iets die stuurt mij gewoon verschrikkelijke dingen en jouw leuke en wat gemeen, et cetera. Dus dat zou misschien wel toch daarmee te maken kunnen hebben dat je jezelf niet zo gauw als slachtoffer ziet. Want die slachtoffermentaliteit die is zowel in het christelijke, dan ook aan de helperskant. Een soort ongereflecteerd helpersyndroom kan ook wel eens. Maar dat heeft altijd die verdeling tussen dader en slachtoffer. En het slachtoffer is per definitie incapabel en incompetent en zielig en wat dan ook. Terwijl ik voel bij die Vietnamese, Chinese, Thai meer zoiets van, op een of andere manier red je wel. En dan ook niet zozeer in falen of schuld of wat dan ook, maar meer, je probeert je lot in eigen handen te nemen, maar wel in een sterk groepsverband. Ik ben hier om een reden en ik moet die plek zoeken waar ik nu nuttig ben of iets kan betekenen. Ja, dat soort souplesse om zich in te voegen. Hè? Dat is wel. Dat zie ik ook met mijn schoondochter, die komt uit Thailand. Zie ik dat ook. Het enorme. De mensen zijn gewend te improviseren, veel meer dan wij. En dat werkt ook door in de manier op grotere schaal van de maatschappelijke verhoudingen. Grote souplesse. Misschien dat er toch iets van een soort boeddhistische cultuur toch bestaat van. Met een zekere respect en een zekere zorgzaamheid naar elkaar kijken, dat toch wel in die cultuur door is gedrongen. Op dat niveau denk ik het wel eigenlijk hoor. Ja, alhoewel we wel voorzichtig moeten zijn, want er zijn genoeg van ook Aziatische landen waar het niet zo erg comfortabel is. Precies, kijk naar het rechtssysteem. Kijk naar de manier waarop het er gestraft wordt. Ja. Dat gaat werkelijk. Hè, daar zijn lijfstraffen nog heel gewoon. In dezelfde boeddhistische landen. Maar die komen weer vanuit dat afstand nemen. Maar het zijn boeddhistische landen. Maar je hebt het nu over de mensen die bij elkaar in dezelfde gemeenschap terechtkomen. Of ze nou familie zijn of niet. Daar zit je dus weer op dat medemenselijke contact. Precies. En ik denk zeker dat een iets is wat een gevolg is van het boeddhisme in combinatie met de cultuur. En ik denk dat ze heel erg versmolten zijn met elkaar. Vanuit mijn ervaring met de Vietnamese mensen zie ik dat ze altijd, maakt niet uit hoe je eruit ziet, waar je vandaan komt, wat je aan hebt, wat je zegt, wat je doet. In eerste instantie word jij gewoon altijd gerespecteerd. Je wordt erkend als mens. Dat is de basis van het contact.
Dus in boeddhistische termen, je ziet de Boeddha in elkaar. Dat is ook mm-hmm. de manier van groeten van elkaar. Mm-hmm. Dus wat jij zei van slachtofferdaden, inderdaad, dat is er niet. Want mm-hmm. dat zit niet in dat contact. Dat is niet hoe je elkaar ontmoet. Ja. Je ontmoet elkaar echt als mede Boeddha, mede mens. Dat is het eerste contact. Oké, ik wilde graag nog één aspect aan de orde stellen. Dat zijn die beroemde 26.000 mensen die hier officieel niet horen. Maar waarschijnlijk zijn er nog enige 10.000 anderen die dat odium niet hebben gekregen, omdat ze zich nooit gemeld hebben en dergelijke. Kunnen wij die mensen, of hoe moeten we beoordelen met die mensen om te gaan? Het beleid is er nu op gericht om die mensen terug te zetten. In al het land uit te krijgen. Kan dat? Ja, vanwege wat ik hiervoor allemaal heb gezegd, is het wel duidelijk dat ik vind die 26.000, die moeten we hier natuurlijk houden. Wanneer het zo is dat je mensen zo lang laat wachten en dus in angst laat leven, omdat je de procedures niet goed hebt om dat in een snel tempo te doen, dan kan je niet anders dat doen. We hebben het. Dat bestaat in het kader van misdaad hebben we het over voorarrest. Hè. In feite zitten deze mensen in een soort voorarrest. Maar het voorarrest voor vluchtelingen is enorm lang geweest. Nou, dat is een tekortkoming, vind ik, van onze maatschappij. Daar moeten we nu de consequenties voor nemen. Dus moeten die mensen blijven. Maar ik wil er gelijk meteen dit bij zeggen. Als eenmalige maatregel gaat er de suggestie van uit dat we het daarna beter zullen doen. Kijken we dan naar het beleid zoals dat nu wordt voorgenomen, dan zien we dat het slechter wordt voor de vluchtelingen. Dus als een soort wisselgeld van nou laten we die dan toelaten en dan kunnen we helemaal op zijn het voorkomen gericht zijn. Precies, op het voorkomen gericht zijn. Ja. Daar zie ik ook niks in. Wat zijn nu 26.000 mensen uiteindelijk? Hè? Dat zijn een paar bussen vol. Overdreven gezegd, maar goed. En? De kwantiteit is helemaal, daar gaat het helemaal niet om. 26.000 meer of minder. Zelfs meer, 100.000 zou geen enkel probleem zijn. Daar zit het hem niet in. Nee, moet gewoon laten. Ja. Nog iets hier? Nou, al die ressentiments die dan tegen deze 26.000 vluchtelingen komen, die komen uit hele andere bronnen. Die zijn niet veroorzaakt door deze 26.000 vluchtelingen, maar bijvoorbeeld door, noem maar op, crimineel gedrag van een jongere op de hoek van je straat. Dat heeft niks met elkaar te maken. En als die jongere zich misdraagt, dan moet je die aanpakken en niet ergens anders dan ineens, slordige politiek voeren. Goed. Ik dank jullie buitengewoon hartelijk voor de deelname in dit gesprek. En ik hoop dat u hier wat aan gehad hebt, ook bij uw eigen meningsvorming. En dat we ook door dit gesprek eraan bijdragen dat die wereld wat harmonischer wordt en dat het bijdraagt aan het geluk van iedereen, niemand uitgezonden. Hartelijk dank. Dankjewel. DVD's bestellen van onze programma's? Bel 040-282-0022. Wilt u meer weten over onze uitzendingen? Vraag dan nu de gratis programmagids aan. Bel 035-629-3191 of kijk op www.boeddhistischeomroep.nl.